Goedemorgen allemaal, het is woensdag en vandaag begin ik mijn vlog omdat wij vandaag naar de keuken en weer voor de keuken en de badkamer op pad gaan. Dus we hebben een lijstje vragen mee en we gaan verder met het ontwerp, dus dat gaan wij vandaag doen. Ik weet niet hoeveel ik kan filmen, want we zijn dus het met zo'n adviseur zeg maar ik ga wel proberen wat te filmen. Collega. Hallo. Dus ik ga wat proberen te filmen. Misschien dat jij ook wel helpt onthouden dat ik dat ook doe. Dus we gaan kijken. Oh, oké, leuk. We gaan kijken naar de tegels, de opstelling van de keuken, de opstelling van de badkamer en het toilet beneden. Wat voor dingen willen we? Dus ik neem jullie mee. Heel benieuwd naar vandaag. En verder dit weekend. Een beetje lang, morgen gewoon werken. Vrijdag heb ik weer bindweefselmassage. Ik snap niet dat sommige mensen daarbij in slaap kunnen vallen, want ik ga helemaal stuk. Maar goed, die vrouw zei ook, ja, dat is echt een goede bindweefselmassage. Je kan je echt niet bij in slaap vallen. Gewoon stil. Maar goed, bindweefselmassage van mijn benen. Fantastisch. En dan past een vriendinnetje even op Elin. Die is natuurlijk naar school. En dan ga ik daarna bakjes drinken met het vriendinnetje. En we hebben verder niet zoveel dit weekend. Dat is ook wel even goed voor de kids. Want ja, zeker Niels is gewoon na 2 weken school denk ik redelijk klaar. We hebben nog wel zaterdagavond een borreltje bij de buren. Maar dat is het. Dus ik neem jullie hier gezellig mee. En natuurlijk gaan we de kerstboom neerzetten. En dan kunnen de kerstsfeer beginnen naar alle Sint. Oh, ik heb nog mijn laatste cadeautje van Sint gekregen. Ik had een fop cadeautje gekregen. Tot de grote verontwaardiging van Niels, die dat echt heel erg voor mij vond. Maar hij zei dat hij wel dacht dat ik nog een echt cadeautje zou krijgen. Dus dat heb ik vandaag, lag dat op mijn tafel. Dus dat is deze ring om mijn middelvinger van Kluze met rosé, goud en marmer. Super mooi. Dus dat ben ik toch nog verwend. We gaan Vamanoos richting het zuiden des lands. Met deze spiegel moet ik toch even mijn outfitje laten zien. Dit is mijn outfit van vandaag. Stradivarius trui en Stradivarius is een jurkje. Stradivarius jurkje en de schoenen, weet ik niet meer waarvan die zijn. Nu naar het toilet. Dit is ook wel een mooie spiegel. Zo rond. Inspiratie. Bezig met de keuken. Zullen we allemaal netjes aan het vormgeven. We zijn nu bij alle fronten en werkbladen. We gaan even lunchen. Nu gaan we door met de badkamers. Dit gaan we niet doen hoor, dit vind ik wel tof. En die tegels zo tof en dat zwart heel tof. Oh, dit wordt het niet. Ja, weet ik niet. We hebben natuurlijk wel een heel groot raam. Dus qua lichten zou het wel kunnen. Zonder Sven zou ik voor deze dingen gaan. Iets met mozaïek vind ik fantastisch. Vooral zeg maar dit soort kleuren of dit. Maar dat vindt Sven helemaal niks. Dit vind ik mooi. Maar we hebben over het algemeen enorm dezelfde smaak. Dat is heel fijn. Ik heb net nog even gesport, gezoombaat. Het is maar een les die ik normaal nooit doe hoor. Maar het zijn echt zulke leuke meiden die dat geven. Dus helemaal top. En nu ga ik lekker nog even op bed chillen en dan slapen. Ik ben eventjes voor Niels een lunch weer aan het maken. Een boterham met kipfilet, wat groenten en een bananenbroodje zelf gemaakt. Dat was deel 1. Dan als fruit bessen. En wat nootjes voor erbij. En dan nog een beker water. Ed en ik hebben eventjes Niels weggebracht en hebben pakketjes weggebracht. En nu gaan wij, tenminste ik ga even opruimen en Edith even rommel maken. Die heeft echt een grote voorliefde voor plastic bekertjes. Kijk, hier is wel een deel neergezet. Dan kan ik ondertussen even de vaatwasser uitruimen. Het is 21:15 en Eden is echt volledig gevloerd. Ze was al de hele tijd, ze was vanmorgen heel vroeg wakker door een poepluier. Ze heeft, ik denk dat we een beetje een soort half buikgriepje hebben, allebei.
Maar er is ook weer een kies door. Dus ja, weet je, misschien dat dat het is. Ik weet het niet. Maar anyhow heeft ze ergens last van. Dus ze was vanmorgen heel vroeg wakker door een geëxplodeerde luier. En daarna wilde ze niet meer slapen. Dus ik dacht al, oh, dat wordt tricky. Nou, ze zat zo te wrijven. Ik denk, nou, ik ga er dan gewoon maar inleggen. Nou, binnen een minuut knock-out. Maar goed, dan moet ik even kijken hoe we dat planning technisch verder gaan aanpakken vandaag. En ik weet het niet, ga ik er nu gewoon laten slapen tot ze wakker wordt? Of ga ik er gewoon even een uurtje doen? Ik ben er nog niet over uit. Maar goed, dat betekent wel dat ik eventjes kan gaan zitten. Dat is dan ook weer fijn. Want ik ben ook nog niet helemaal fit. Dus ja, dat ga ik nu even doen. Op de bank. Helemaal vergeten dat vandaag een foute kersttruidag is. Het viel me op dat de juf van Niels een foute kersttrui aan had. En toen dacht ik al, oh ja. Dus ik heb hem even aangedaan natuurlijk voor de gelegenheid. For Save the Children. Ja, je kan volgens mij van alles doen. Dit is niet gesponsord. Ik heb gewoon geld gedoneerd. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat was al helemaal aan het begin zeg maar van, dat ze vandaag zouden uitroepen tot die dag. Maar dit is echt al een maand geleden of zo. En ik snapte het allemaal niet. En je kon van alles doen, maar ik snapte het niet. Dus dat zal aan mij liggen. Maar ik dacht gewoon, ik doneer geld. En vandaag, ja, het is gewoon mijn mama-dag. Dus het is, ik vind het altijd heel raar klinken trouwens. Maar dus het is niet dat ik nou heel erg ergens met mijn foute kersttrui heen ga. Ja, zo meteen voor mijn bindweefselmassage. Oh. Lena ligt nog steeds te slapen. Het is inmiddels al 11 uur geweest. Dus ja. Ik denk dat dat even nodig was. Maar het idee is dat zo komt een vriendinnetje van mij. Het idee was van dan gaan we samen lunchen. Echt één in bed. En dan is zij eventjes hier terwijl ik naar die behandeling ga. Maar dat is echt nou ja, vlak bij mijn huis. En nou ja, weet je, het is een half uurtje. Maar goed, nu vermoed ik dat Elin ongeveer dan net wakker wordt. Maar vindt zij alleen maar leuk. Het is natuurlijk gewoon zo'n drie kwartier, zo ben ik weg. Half uurtje, drie kwartier, dus ook niet heel lang. Maar goed, dan is zij met Elin. En ik heb haar al heel lang niet gezien, dus heel fijn om haar weer even te zien. En dan gaan we daarna lekker bakjes drinken. Die was dat Elin dan lag te slapen, dan konden we gewoon lekker bijkletsen. Maar goed, dat is nu niet het geval. Maar Elin kan op zich best wel zelf spelen en anders dan... Dan niet. Dan moeten we een andere keer bijkletsen. Maar goed. En dan is Niels natuurlijk op een gegeven moment uit van school. Tegen die tijd is mama er ook. En dan was het idee om dan eventjes met de kids naar de bibliotheek te gaan. Maar goed. Het kan dus ook zijn dat Elin dan nog moet slapen. Dus dat dan of mama of ik even met Niels naar de bibliotheek ga. Ik denk dan mama, want ik ben nog niet echt helemaal fit. Maar goed, dan moeten we maar eventjes zien. Ik had ook bedacht van dat ik die bindweefselmassage niet af moeten bellen of zo. Want ik weet ook niet of dat... Maar soms doet ze ook een stukje van mijn buik meenemen. Maar dat moet ze maar even niet doen. En ik weet trouwens niet of ik aan jullie dit al laat. Ik heb het wel op Instagram. Mijn Instagram is trouwens, zal ik hieronder even neerzetten. Maar ja, dit vind ik echt een heel leuk boek. Ik heb het al een paar keer gedeeld op Instagram. Maar volgens mij nog niet hier. Het is... De 7 stappen naar succesvol ouderschap van Hedwig Montgomery. En zij is een, volgens mij Noors, ja, een opvoedingsexpert uit Noorwegen. En zij is psycholoog en familietherapeut. En zij heeft al 20 jaar of zo ervaring. En zij deelt haar tips. En nou denk ik altijd, 7 stappen, dat zal allemaal wel. Maar het is echt een heel leuk boek. Zeker als je bijvoorbeeld ook de cursus How to Talk to Kids hebt gedaan. Ook echt een aanrader trouwens. Maar ook als je het niet hebt gedaan, ik bedoel deze vrouw heeft het er helemaal niet over, maar er zitten best wel veel, vind ik best wel veel gelijkenissen in. Ook weer dingen die wat anders zijn. Maar ik vind het altijd wel goed om af en toe zoiets te lezen, omdat je, ja soms weet je het ook gewoon even niet. Of je belandt in een groef dat je denkt, ja volgens mij komen we hier niet lekker uit. En we zitten natuurlijk nu een beetje in een onrustige periode. Omdat Niels begonnen is op school. En dan is hij gewoon heel snel moe s'avonds. En eigenlijk kun je dan nog heel graag thuis spelen. Maar dat is dan eigenlijk ook alweer... Ja, is hij te moe voor. Of het is te kort. Of, nou, dus je merkt gewoon dat het nu gewoon wat lastiger is dan normaal. Niels is normaal een heel relaxed ventje hoor. Dus, maar je merkt gewoon dat de moeheid toeslaat. En nou ja, goed, er staat hier van alles in. Maar...
Wij gaan de kerstboom optuigen. Hé Niels? Ja. Wel lekker bezig. Dit zijn dus nieuwe lichtjes. Deze. 14 meter. Dat heb ik dus twee keer. Dat zijn warme lampjes, LED. Mijn lampjes waren al heel oud en die werden ook een beetje warm en zo. En dit is gewoon nu LED, dus dat is beter. Kijk hè. En nu ga ik er nog ballen in doen. En zo naar dat. Zo wil ik Louis toe. Tada! Ik ben de papa. Kom maar, kom maar gooien. Yes. Rood, voor ik zou niet beginnen heel staan. Oké, nu mag de... Ga met de klok mee. Zo, ze mag nu papa. Ja. Blauw. Blauw. Je moet bij de volley gaan, nu mag mama. Bruin. Haha, bam. Mag zijn een treintje. Oh, blauw. Zo, dan mag je ver. Nee, ik mag hier. Hé, hey, hallo. Hé, hey, dat past niet. Werkwijze. Hoep. Oh. Oranje. Hé, hey, dat staat hier weer goed. Ja. Niels wacht, slapen in de hondenhok, zoals hij dat noemt. Dus dat heeft Sven maar voor hem gemaakt. Ik heb volgens mij mezelf nog helemaal niet gefilmd vandaag. Maar goed, de sfeer is goed. Ik ben eventjes in Elens kamer bezig. De mannen zijn iets aan het bakken en Elen is daarnaast met de weekjes aan het spelen, want dat is haar grote hobby. Dus ik ben op zoek. Wij gaan vanavond even bij de buren een borrel doen en dat is op zich aan de andere kant van de gang, dus heel erg dichtbij. Maar goed, een deur is een deur, dus dan hoor je het niet. Dus ik dacht, ik zet de babyfoon op Elens kamer en dan hoor je denk ik, omdat het is niet zo'n dikke muur, hoor je Niels ook wel, maar dat hoor je niet echt. Dus nu ben ik de oplader van een andere babyfoon aan het zoeken, maar die heb ik niet echt gevonden. Maar goed, dat resulteerde in opruimen. Dus ik heb... deze daar niet, want hier, dit zijn gewoon wat ze nog gebruikt. Maar ik ben hier opgeruimd. Hier staat bijvoorbeeld nog slabbetjes. Slabbetjes in, gebruik ik niet meer. Ik heb dit even een beetje opgeruimd. Toilettasjes. Nou, hier zitten medicijnen en zo in. Maar ik kan nog steeds dat ding niet vinden. Dus nu ben ik aan de volgende la begonnen. Maar hier zitten ook allemaal oude flesjes en zo, die we natuurlijk nooit meer gebruiken. Dus ik ga dat toch maar opruimen. Elin, kom je mij helpen? Ja? Kom maar. Ga je mij helpen? Kijk eens. Oh. Wat zit hier? Dat kan ook. Want dan ruim ik die la op. Nou, helemaal opgeruimd. Echt een hele... vuilniszak vol met rommel, maar van de oplader nog geen spoor. Ik weet het gewoon niet. Ik heb het altijd hierin gehad, dus ik heb het waarschijnlijk een keer verplaatst, maar weet gewoon niet waarheen. Dus dat is wel top. Ik heb ook nog een beetje in deze gezocht, maar een beetje speld in een hooiberg, want daar ligt natuurlijk, ja, er ligt zoveel. Zeg maar, schoenen, kleren, handdoeken, zeg maar kleren in een grote maat, zwemspullen, draagdoeken, zwemtas. Nou, onderin speelgoed, daar ligt het sowieso niet. Maar ja, logeertas, een deken. Ik weet het gewoon niet. Ik weet het niet. Nou, goed. Wij zijn net nog even naar buiten geweest. En nu ga ik de spullen klaarleggen voor vanavond / morgen. Ja, ja, ja. Wat zullen we aan doen? Nee, ik niet. Ik doe gewoon een lekker zacht pakje aan, want we gaan waarschijnlijk helemaal niks doen. Ik doe gewoon zo'n lekker zacht setje aan van Sarah. Ik ben alweer. Oh, sorry. Ja, ik ben er alweer. Ik vond het zo gezellig hoe jullie hier zitten. Oh. Zo, ik zal jullie weer laten. We gaan even borrelen bij de buren. We nemen twee babyfoons mee, want één was blijkbaar niet voldoende. Dus ik neem jullie niet mee, want ik ben gek. Het zijn mensen die denk ik niet eens weten wat de vlog is. Maar wel gezellig. Goedemorgen, het is zondag. En het is zondag en
we zijn lekker rustig aan het opstaan. Ik ga zo even sporten. Hi! En gisteren borrel was heel gezellig. Het was een beetje te laat. Maar wel echt gezellig. De zooi hier is vanwege dat ik de bedden aan het wassen ben. En hier liggen kleren voor hem klaar. Meneer. Het is niet zo warm. Het is nou niet zo warm, hè? We zijn kerstkaart aan het maken. We hebben al hele mooie gemaakt. Sneeuwpoppen. En kerstbomen. Dus nu gaan we verder. We hebben net even geborreld met mijn beste vriendje. Dat was echt super gezellig. Dus dat was heel leuk. Maar ik heb mijn camera wel meegenomen, maar niet gepakt. Nou, wat gaan we maken? Het idee is dus dat ik ze in de kaartjes ga plakken zo. Ik weet niet waar ik de lijn heb gelaten. Ster? Oké. Kijk, dan plakken we ze zo op. Ik heb net de finale van de expeditie zitten kijken. En oh, dat is, werkt er niet, hè? Tegenlicht. Dit is beter. Ik heb net de finale van de expeditie zitten kijken. En ik vond het toch wel heel leuk dat Hugo won. Zo boos van dat ik. En die had zo erg geoefend en zo. Maar goed, anyhow, doet er verder niet toe. Nu heb ik lekker mijn pyjamaatje aan. En ga ik nog even op bed mijn voettipboek lezen. Dus ik wil je heel graag voor het kijken. En ik zie je heel graag volgende week bij weer een nieuwe video. Dan is het kerstvakantie volgens mij. Dus dat wordt gezellig. Dankjewel voor het kijken. Doeg!